GGNet zet zich voornamelijk in voor mensen met complexe psychiatrische problemen. Complex staat hier niet voor te ingewikkeld, maar voor een optelsom van maatschappelijke, somatische en psychiatrische problemen die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Als dat niet wordt behandeld, zie je vaak dat een patiënt met complexe problemen langzaam in een chronische cirkel van belemmerende patronen rolt. Dat kun je doorbreken door eerst de cirkel van problemen in kaart te brengen. En daarna de cirkel te doorbreken. Eén voor één worden de onderliggende problemen en de symptomen aangepakt. Zo wordt de belemmerende cirkel op dezelfde wijze afgebroken als hij is ontstaan. Ik was 9, ben gevlucht van Afghanistan. En mijn vader en moeder waren uitgehuwelijkt en daar ging ook niet zo goed. Dus thuis was sowieso niet helemaal goed. En we moesten heel snel volwassen worden. Dus we hebben niet echt allemaal een jeugd gehad. En toen begon het met school. Het was heel lastig, het was heel moeilijk. Ik werd heel vaak gepest. Omdat ik zoveel gepest werd, dat ik niet wou op die situatie zijn. Ik ging andere wereldjes creëren en daar ging ik altijd in dwalen. Was school niet goed ging, stage ging niet goed, thuis ging niet goed. Ik zat 2 jaar in mijn kamer vast, omdat ik niet meer durfde naar buiten te gaan. Voor ene zorg naar andere zorg, voor ene medicijn naar andere medicijn, werkte het niet. Op een gegeven moment gaf ik de hoop op. Toen ontdekte ik een manier om mezelf wel gelukkig te maken, door mezelf pijn te doen of door schoonmaakmiddel te drinken. Ik kwam toen ik hier binnenkom, zei ik, waar ben ik terechtgekomen? Dat is niks van mij. Die mensen willen me niet helpen, die maken alleen maar ongelukkig. En de behandelers gaven nooit op. Vooral mijn therapeut, Angelique. Ik duwde elke keer weg, maar ze bleef staan. En uiteindelijk zei ze, Nazat, ik ga niet weg. Ik blijf hier bij jou. En toen barst ik in tranen. Ik zei ze van, had iemand daar maar eerder tegen mij gezegd? Openstaan. Het belangrijkste is dat je nooit de hoop opgeeft. Je moet altijd een klein beetje hoop hebben. En nooit opgeven. En altijd, hoe donker je bent, je kan altijd terugkomen.